Ja, je hebt het denk ik bij binnenkomst in de zaal wel zien staan, die vraag. Wie ben jij? Dat is natuurlijk een vraag waar je heel snel klaar mee kunt zijn. Wie ben jij? Ik ben Pieter. Of wie ben jij? Ik ben Marieke. Dan zou je al naar het volgende programma onderdeel kunnen gaan. Want ja, die vraag heb ik beantwoord. En toch, laten we met elkaar eens nadenken, zouden daar ook andere antwoorden op gegeven kunnen worden? Op die vraag, wie ben jij? En terwijl ik dat aan jullie vraag, moet ik denken aan de Insta van een collega-predikant die ik gisteren zag. En op zijn bio had hij het staan dat hij vader was van een paar kinderen. Dat hij echtgenoot was van zijn vrouw. Dat hij predikant was in een gemeente. Ook allemaal antwoorden op diezelfde vraag. En zo is dat met jullie toch ook? Wie ben jij? Je bent kind. Ja, dat hoor je natuurlijk niet graag vanmorgen, want je bent al 12 of je bent al 14. Of nog ouder. Dan voel je niet echt kind meer. En toch, je bent kind van je vader en van je moeder. Als je ze nog hebben mag. En het is ook niet vanzelfsprekend dat als je ze nog hebt, dat je bij ze woont. Misschien ben je wel pleegkind. Je bent ook scholier. Misschien ga je wel hier naar school. Of ergens anders. En wat kun je nog meer voor antwoorden geven op die vraag, wie ben jij? Er zijn ook sportieve workshops straks. Misschien zeg je, nou, dat is echt mijn onderdeel van de dag. Ik ben voetballer. Ook een antwoord op die vraag. Of dat je violiste bent. Dat je hobby is. Dat je daar je hart in kwijt kunt. Hey, het helpt wel als we even wat meer stil zijn. Ja? Maar heb je daarmee alles over jezelf gezegd? Je naam. Dat je kind bent. Dat je scholier bent. Dat je graag voetbalt of dat je goed viool kunt spelen. Zouden daar nou nog meer antwoorden op te geven zijn? Ik denk het wel. Het zijn misschien antwoorden waar jij niet direct aan denkt. Je bent ook schepsel. Gemaakt door je schepper. Door de Heere God. Dat betekent trouwens dat je leven zin heeft. Misschien dat je hier ook wel naartoe gekomen bent. Gezellig met de anderen van de JV. Je doet mee met de gezelligheid. Je lacht mee als er gegeind wordt. En toch van binnen zit je met die vraag. Wie ben ik eigenlijk? Of met die zucht. Ik had er misschien wel beter niet kunnen zijn. Je bent schepsel, gemaakt door God. En dat betekent dat je leven zin heeft. God heeft gewild dat jij er bent. Je bent schepsel. Zou je ook kunnen zeggen vanmorgen, ik ben christen? Ja, zeg je, natuurlijk kan ik dat zeggen. Ik ga naar de kerk. Ik ga naar een christelijke school. Ik krijg een christelijke opvoeding. Ik probeer christelijk te leven. Al gaat dat de ene keer beter dan de andere keer. Ja, natuurlijk ben ik christen. Dan denk ik aan de catechismus. Die kennen jullie wel, toch? De catechismus. Er zal bij jullie in de kerk ook 's middags wel uitgepreekt worden. Misschien dat je in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zit. Dan moest je hem vorig jaar in groep 8 misschien wel leren. Elke keer een vraag en het antwoord. De catechismus. Weet je wat daar staat wie een christen is? Daar staat niet, je bent christen als je naar de kerk gaat en een christelijke opvoeding krijgt en naar een christelijke school toe gaat. Daar staat dat je een christen bent als je met Christus verbonden bent. Als je in hem gelooft. Als je met hem verbonden bent. Nou, denk daar eens over na.
Als ik 5 minuten geleden had gevraagd, willen alle christenen in de zaal hun vinger opsteken, dan waren misschien wel alle vingers omhoog gegaan, toch? Maar als je daar nu nog eens aan denkt, je bent een christen als je met Christus verbonden bent, als je in hem gelooft. Hoeveel vingers zouden er dan de lucht ingaan? En dat hoort ook allemaal bij diezelfde vraag. Wie ben jij? En als je Christus niet kent, nee, je zult zijn naam vanochtend niet voor het eerst horen, dat is waar. Maar ken je hem? Geloof je in hem? Steun je op hem? Ja, dan ben je een christen. Dan hoor je bij hem. Maar laten we het wel eerlijk tegen elkaar zeggen vanmorgen. Zo word je niet geboren. Dat weet je toch wel? Met wat voor hart worden wij geboren? Met een hart dat de Heer zoekt? Waar de Heer in woont? Nou, dat kan wel. Denk maar aan Johannes de Doper. Daar woonde de Heer al in het hart voordat hij geboren was. Maar denk eens aan het doopformulier. Daar staat van nature. Dat is best wel een beetje een lastige uitdrukking. Van nature. Dat zit in je genen. Zo ben je. Ben je een kind van de toren. Erg is dat. Dat hoeft niet zo te blijven trouwens. Je kunt opnieuw geboren worden. Sterker nog, je moet opnieuw geboren worden. Ja, dat is onmogelijk als je het zelf probeert te doen. Je hebt er toch ook zelf niet voor gekozen om geboren te worden. Het is onmogelijk als je dat zelf wil doen. Maar de Heer Jezus wil het geven. Wat moet je daarvoor doen? Nou, misschien kun je wel beter zeggen, wat moet je daar niet voor doen? Lege handen. Laat ze maar zien. Aan de Heer. Ik kan het niet. En eigenlijk wil ik het ook niet. Maar maak mij tot uw kind. Wie ben jij? Als je het in je hart weet, ik ben met Christus verbonden. Daar hoef je toch geen 40 voor te zijn. Kan toch ook als je 12 bent, 15. Ook al spreek je daar misschien niet 100 uit over met je vrienden. Dat je het toch weet van binnen. Of dat je het misschien niet zeker weet. Je wil het wel heel graag, maar hoe is dat dan? Nou, de Heer Jezus leert ons vanmorgen dat als je christen bent, als je oog krijgt voor Jezus, waar kun je dat nu aan herkennen? Dan krijg je ook oog voor je naaste. Daar kun je het aan afmeten ook. Of je christen bent. Want je kunt natuurlijk wel heel christelijk praten. En allemaal christelijke dingen zeggen. En heel goed thuis zijn in de Bijbel. Maar als je geen oog hebt voor je naaste. Dan kun je geen echte christen zijn. Ja, maar wie is dan mijn naaste? Nou, dat is dezelfde vraag die de wetgeleerde stelde, waar we net over gelezen hebben. Die zat ook met die vraag. Die kwam ook met die vraag naar de Heer Jezus toe. Ja, wie is mijn naaste? En je dacht misschien wel, toen het zo even gelezen werd, je las misschien mee op het scherm. Ik denk, dat is toch mooi. Dat die wetgeleerde daar zo mee zit. Of die in de hemel zal komen, of die zalig zal worden. Dat hij zo gretig is naar onderwijs, wie is dan mijn naaste? Maar waarom stelde hij al die vragen? Ook dat hebben we gelezen helemaal aan het begin van het stukje uit Lucas 10. Hij verzocht hem. Dat wil zeggen, die wetgeleerde was helemaal niet benieuwd naar het antwoord. Die was maar met één ding bezig, Jezus op zijn woorden vangen. Een strikvraag stellen waar hij niet uitkomt. Maar wees eens eerlijk, dat kun jij ook wel eens doen, toch? Op school. Bij die leraar die altijd denkt dat hij het weet.
Dat je met een strikvraag naar hem toe gaat. En je lacht in je vuistje, want daar weet hij vast het antwoord niet op. Nou, zoiets gebeurt hier ook. Hij wil eigenlijk helemaal niet weten hoe die in de hemel komt. Daar is hij voor zichzelf vast en zeker van overtuigd. Hij is bezig om een strikvraag aan Jezus te stellen. Om hem te vangen met zijn woorden. Zodat hij straks tegen zijn collega's kan zeggen, alle andere wetgeleerden. En tegen de mensen die naar hem luisteren, bij die Jezus moet je niet zijn. En bijzonder is dat, hè? De Heer Jezus weet dat. Wat er leeft in het hart van die wetgeleerde. Dat hij eigenlijk helemaal niet benieuwd is naar het antwoord. En toch geeft hij antwoord. En dan gaat hij een verhaal vertellen. Het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Zie hem liggen. Half dood lazen we. In elkaar geslagen. Op die weg tussen Jeruzalem en Jericho. Ik was nog niet zo lang geleden in Israël en toen... Ja, toen liep ik daar niet. Ik zat in de auto. Een heel ruig, een heel onherbergzaam gebied. Dan zie je het als het ware helemaal voor je. Dat daar opeens een paar van die rovers, moordenaars worden ze genoemd, tevoorschijn springen. Ze slaan hem in elkaar, ze pakken hem zijn spullen af en ze laten hem daar half dood liggen. En dan weten ze, als hij daar een tijdje ligt, dan zal hij vanzelf sterven. Niet half dood meer, maar helemaal. En dan gebeurt het. Ze komen één voor één langs. Eerst een priester, dan een leviet en dan een Samaritaan. En je kent het verhaal toch? De priester, godsdienstige man, werkzaam in de tempel, waarvan je zou zeggen, die stopt toch bij die stumperd die daar ligt? Nee, die loopt stralen aan hem voorbij. De leviet ook. De Samaritaan die stopt. Die gaat hem verzorgen. Die legt hem op zijn ezel. Brengt hem naar een herberg. Je zult vast en zeker wel eens gehoord hebben dat de Joden niet zoveel met Samaritanen hadden. Daar keken ze een beetje op neer. Ik heb in de voorbereiding gedacht, kan ik dat zeggen hier? Ik denk het toch wel. Als Joden horen over een Samaritaan, dat kan zomaar zijn hetzelfde wat jij denkt als je hoort over een Marokkaan. Die stopt misschien wel, maar om te kijken of die nog wat kan halen wat die rovers zijn vergeten. Nou, zo denk je misschien over Marokkanen. Even tussen haakjes, maar wel belangrijk als het over je naaste gaat. Lucas schrijft 3 keer over Samaritanen in zijn evangelie. 1 keer negatief. Dat was die keer dat de Heer Jezus onderdak zocht, maar alle deuren bleven voor hem dicht. Maar die andere 2 keer schrijft hij positief over de Samaritanen. Hier... in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En even verderop, als er 10 melaatsen zijn, die alle 10 door Jezus genezen worden, en er komt er maar eentje terug, en dat is een Samaritaan. Ook iets om mee te nemen. Lucas doet dus daar niet in mee, om even die Samaritanen, waarvan hij weet, de lezers van mijn evangelie vinden dat ook niks. Die gaan er ook met een boog omheen, om daar even in mee te doen. Dat doet Lucas niet, moet jij ook niet doen. Of het nou Marokkaan of Antilliaan of wie het dan ook zijn. Ook dat zijn mensen. Ook zij zijn onze naasten. Wat kunnen we makkelijk groepen wegzetten in de samenleving? Jij doet dat misschien ook wel. Maar zul je niet vergeten, dat gebeurt ook met christenen. Die worden ook heel vaak en heel makkelijk weggezet. Achterhaald, ouderwets. Wie gelooft dat nu nog in een God en in een Bijbel? Dat is niet fijn toch, weggezet worden. Zullen we het dan ook niet met anderen doen? Terug naar die vraag, wie is je naast? En dan is er iets bijzonders aan de hand in deze gelijkenis. Want dan kun je natuurlijk over na gaan denken, ja, wie is dan mijn naaste? Is dat dan die Samaritaan, die bevolkingsgroep waar ik op neerkijk? Of is dat dan zo'n gewonde man die daar ligt en die ik ga helpen?
En zo kun je in gedachten allerlei gezichten afgaan. Ja, dat is eigenlijk ook mijn naaste. En hij ook, en zij ook. Misschien wel iemand die je heel vervelend vindt. En dan ga je vanuit jou kijken. Is dat mijn naaste? En is hij of zij ook mijn naaste? Het gaat in deze gelijkenis precies andersom. Ben jij, dat is de vraag waar het op aankomt. Ben jij de naaste voor een ander? Stap jij af om die ander te helpen? Ben jij er voor een ander? Ben je er echt voor een ander? Je kunt het heel makkelijk aan elkaar vragen. Hoe gaat het? Ik geef toe, ik doe het zelf vaak ook hoor, als ze het vragen. Hoe gaat het? Ja, goed. Maar als nou eens een keer iemand zegt, nee, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Denk je dan bij jezelf, helpt? Dat was eigenlijk niet het antwoord wat ik wilde en probeer je dan maar door te lopen. Ben je dan de naaste voor die ander? Ja, dat is moeilijk, zeg je misschien. Dat is waar. Ik denk dat we dat ook zien in het verhaal dat de Heer Jezus vertelt. Twee valkuilen. De eerste valkuil is dat je te druk bent of dat je denkt dat je te druk bent. Waarom liep je die leviet en die priester nu door? Op die weg tussen Jeruzalem en Jericho. Nou, misschien was die priester wel op weg naar Jeruzalem. Op weg naar de tempel, ja. Stel je voor dat die man dood is en hij raakt hem aan. Dan kan hij niet eens zijn werk doen in de tempel. Dus ja, dan maar doorlopen. Nog even los van het feit dat als hij daar met die man bezig is die daar ligt. En ja, dan komt hij te laat. Te druk om te helpen. Of die leviet is misschien wel op de terugweg. Heeft net in Jeruzalem gediend, nu op weg naar het dorpje waar hij woont. Ergens bij Jericho in de buurt. Hij heeft net zijn shift gehad, zijn dienst zit erop, nu naar huis toe. Ja, en dan dat oponthoud, te druk om er voor anderen te zijn. Dat was anders met die Samaritaan. Die moest nog een tijd reizen voordat hij in het Samaritaanse land was. Of misschien kwam hij er wel vandaan. Hij neemt in ieder geval de tijd. Hij zegt niet, ik ben te druk om er voor die ander te zijn. Hoort dat niet helemaal bij onze tijd? Dat we zo druk zijn. De jeugdleiders die knikken misschien in gedachten, maar jullie misschien ook wel. Wat moet je als jongere ook al heel veel? Je hebt school, je hebt catechisatie en je hebt je sport en je zit misschien op muziekles en je wil je sociale contacten wat onderhouden, door naar vrienden te gaan, door online samen met zijn spel te spelen. Allemaal dingen die je moet, maar te druk om er eigenlijk voor die ander te zijn. Dat is een les. De priester en de leviet waren te druk. Die waren met hele godsdienstige dingen bezig. Maar ze deden niet wat God in zijn wet van hen vroeg. Dat kan dus ook. Ik zal het maar eerlijk zeggen, jongens, meiden. Ik ben dominee, dan denk je misschien, nou, dan ben je altijd met het woord van God bezig. Dan ben je aan het bidden, van het Bijbel lezen, van een preek aan het werken. Dat is waar. En dan kun je ook aan het eind van de dag denken. Maar ben ik nou echt wel naaste geweest? Voor mijn vrouw, voor onze kinderen, voor gemeenteleden, maar ook voor mensen die helemaal niet bij de gemeente horen. Die mijn pad kruisen. Of ben ik dan te druk? Deze Samaritaan was niet te druk om die ander te helpen. Dat is het eerste. Tweede, want jij denkt misschien, ja, ik kan toch niet de lasten van alles en van iedereen op me nemen. Stel je nou voor dat ik bij elke zwerver moet stoppen. En dat zijn dan alleen maar de mensen die je tegenkomt. En hoeveel mensen hebben de problemen in je straat, in je familie misschien, een neefje of een nichtje. Ik kan dat toch niet allemaal op mijn schouders laden. Nou, dat is waar. En dat is ook niet erg. Dat laat de Heer Jezus in dit verhaal, in deze gelijkenis ook zien. Ja, die Samaritaan helpt die man. Maar neemt hij mee naar zijn huis in Samaria? Nee, dat lezen we niet. Wat doet hij met hem? Hij brengt hem bij een herberg. Vervolgens laat hij daar wat geld achter, zodat die herbergier verder voor deze man kan zorgen. Er wordt soms wel eens een beetje makkelijk gezegd van ja, je kunt wel aan de collecte geven
Of als er iemand met een bus langs de deur komt. En ook dat is goed om te doen. Je kunt inderdaad niet alles op je schouders laden. Alle problemen in deze wereld. Dat kan ook niet. Dat deed die Samaritaan ook niet. Die reikte wel de helpende hand. Maar die wist ook wanneer hij die man moest overdragen aan een ander. Aan de eigenaar van die herberg. En dan liet hij geld achter. Wil je dan verder voor hem zorgen? Zo mag je dat ook doen. Naast te zijn voor een ander. Dat is niet alleen die ene die je echt helemaal begeleidt. Die vriend of vriendin waar je ervoor bent. Dat is ook wat geven. Zodat anderen dichterbij of verder weg anderen kunnen helpen. En daarom even terug naar die vraag. Wie ben jij? Ben jij christen? Nee, geen naam christen, een echte christen die met Christus verbonden is. Dan is dat ook te zien in je leven. Ik ga afsluiten en dan neem ik jullie in gedachten mee naar een dorpje in Zuid-Amerika. Daar werd tientallen jaren geleden, kwam daar een zendeling. En het was een vreselijke bende in dat dorp. De vrouwen moesten al het werk doen, moesten voor de kinderen zorgen. Die moesten zorgen dat er brood op de plank kwam, dat er op het land gewerkt werd. En wat deden de mannen? Die waren de hele dag aan het drinken. Die waren de hele dag aan het dobbelen. En als ze thuis kwamen en het eten was niet goed genoeg, dan sloegen ze soms hun vrouw ook nog in elkaar. Toen kwam daar die zendeling. Hij ging over de Heer Jezus vertellen. En het werd anders. De Heilige Geest zegende het werk van die zendeling. En toen zeiden die vrouwen, weet je waar we dat aan kunnen merken? Dat God in het hart van onze mannen werkt. Ja, dat zien we ook wel omdat ze hun handen vouwen en hun ogen sluiten en tot God bidden. Daar merken we het ook aan. Maar weet je waar we het vooral aan merken? Dat ze niet meer drinken. Dat ze niet meer dobbelen. Dat ze me niet meer in elkaar slaan. Het was te zien in hun leven. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, zeg me wie je vrienden zijn en dan zeg ik jou wie jij bent. Nou, daar zit ook wel wat in, toch? Denk eens aan je vrienden. Dat zegt ook iets over jou. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zeg jou wie jij bent. Maar zo geldt het ook voor de naaste. Zeg me wie jouw naaste voor jou is. En dan zegt Jezus wie jij bent. Amen.